Ja, mijn naam is Erik de Groot en ik werk sinds een jaar of drie inmiddels, denk ik, samen met Jean-Paul Clozen. En we hebben een soort gemeenschappelijke fascinatie. We hebben een andere semantiek, maar we hebben dezelfde fascinatie. En dat is heel erg leuk. En mijn achtergrond is arts-epidemiologie, arts-onderzoeker. Ik heb vrij veel onderzoek gedaan naar voedsel, ook naar farmaca-effecten, met name op hart- en bloedvaten. Dat is ontzettend leuk om te doen. Dat doe ik al minstens 30 jaar. En het is ook heel erg goed toepasbaar om naar risicofactoren te kijken van hart- en vaatziekten en gezondheid in zijn algemeen. In dit soort constellaties, in dit soort multidisciplinaire constellaties. Want waarom vind ik nu eigenlijk dat ARIAS zo leuk? Jullie hebben dat filmpje al gezien. Het is werkelijk een multidisciplinair probleem waarmee je eigenlijk praat over fijnstof. Je praat over allerlei nare dingen die je allemaal van die luchtverontreiniging kunt krijgen. Dit is een recent plaatje uit de European Heart Journal. Dus ook de gevestigde cardiologie was al geïnteresseerd, maar wordt steeds meer geïnteresseerd in effecten van sociaal-economische factoren en luchtverontreiniging. Waar ligt mijn interesse? We hebben al een heleboel in het filmpje gezien wat we het medische stuk van ARIAS hebben kunnen doen. Maar mijn interesse ligt eigenlijk in de non-invasieve diagnostiek. En ARIAS is niks anders dan non-invasieve diagnostiek. Met andere woorden, we kijken met sensoren in de lucht. René Otjes en zijn team die hebben dat ontwikkeld. We kijken ook naar sensoren in het binnenklimaat. Dus niet alleen naar het buitenklimaat, maar ook in het binnenklimaat. En we kijken ook naar sensoren in de mens, want zelf ben je eigenlijk ook een sensor. Dus als je een enquête doet, dan ben je ook één grote sensor eigenlijk. Dan geef je iets van je gevoel weer. En ik kijk dan heel mechanistisch in een heel klein stukje van dat lichaam. Overigens wel een systeem wat overal komt, en dat zijn de bloedvaten. Nou, die combinatie is natuurlijk verschrikkelijk leuk. En daar kunnen we wat mee. Hoe werkt dat? We ademen lucht in, 30 kilo begrijp ik maar liefst. En met name het systeem wat die lucht uitwisselt is heel erg gevoelig voor verontreiniging. Dat is het endotheel. En dat is een subtiel mechanisme. Als je bloot bent gesteld aan verontreiniging, dan is het eigenlijk zo dat je in een soort constante, eigenlijk net als je rookt, constant een lichte ontsteking hebt. Een lichte inflammatie. Daar kun je aan meten. We kunnen ook meten aan het hart. Dat hebben jullie op het filmpje gezien. En je kunt natuurlijk een enquête doen. En wat we niet moeten vergeten is ook dat geluid een belasting is. En met name veel stress kan geven. En ook hoge bloeddruk bijvoorbeeld. Allemaal dingen die niet zo heel goed zijn voor je hart en vaten en voor je gezondheid. We stellen de mens centraal bij ARIAS. Dat is heel belangrijk. Dat is anders dan bij ingenieurs. Die stellen de techniek centraal. Maar als dokter stel je de mens centraal. Dus je kijkt vooral naar toegepaste techniek. We kijken dus naar het buitenklimaat. We kijken naar het binnenklimaat. We kijken naar al die mensen. Die mensen die kunnen ook op apps zien in ARIAS. Dat is eigenlijk nog niet genoemd. Maar die kunnen op apps zien hoe het met het binnen- en buitenklimaat staat. Non-invasieve diagnostiek. Dat betekent eigenlijk niks anders dan dat je met apparaten, bijvoorbeeld een echo of met een sensor, naar mensen kijkt. En je hoeft er niet voor te prikken. En dat maakt eigenlijk non-invasieve diagnostiek heel erg geschikt voor projecten als ARIAS. Want je kunt grote aantallen mensen zien en je kunt ze niet één keer zien, maar je kunt ze gewoon 10 keer zien. En je kunt niet alleen, zoals wij dokters doen, patiënten zien, maar je kunt ook niet-patiënten zien. Dus je kunt eigenlijk iedereen zien. En dat hebben we ook de afgelopen 20, 25 jaar gedaan. We hebben naar kinderen gekeken, we hebben naar ouderen gekeken, naar patiënten en niet-patiënten. En dat is heel erg leuk, die pathofysiologie. In onderzoek is altijd heel belangrijk, what's in it for me? What's in it for me? In eerste plaats is het leuk dat onderzoek een beetje cool is. Het moet een beetje sexy zijn. Bijvoorbeeld zo'n moonlander, zoals jij hem noemt, Leo. Dan denk ik aan iets spannends. En dat is heel erg belangrijk. Als ik aan airboxen denk, dan denk ik ook aan iets spannends. En die combinatie is heel erg leuk. Dus hebben we een aantal testen gedaan.
met mensen, met ons team. Nou, daar hebben jullie de film over gezien en daarin werd gezondheid eigenlijk heel erg belangrijk gevonden. We hebben naar het ECG gekeken, want we weten dat fijnstof directe effecten heeft op het zenuwstelsel. En we hebben naar belasting van mensen gekeken in het vrije veld. Wij hebben met de echo hebben we non-invasief gekeken naar bloedvaten. En wat we daar eigenlijk uit zagen was dat mensen die bijvoorbeeld vegetarisch waren en niet rookten, hele mooie dunne vaatwanden hadden, en mensen die ouder waren en veel rookten, dat die veel dikkere vaatwanden hadden. Het is heel belangrijk om dat te weten. Hier zie je iemand van een jaar of 50 die gezond leeft. En hier zie je de rokers. Die liggen dus duidelijk boven het gemiddelde als je de leeftijd tegen de vaatwanddikte uitzet. We hebben toen aanvullend hebben we meer experimenten gedaan. Dat was eigenlijk bij de marathon, want we wilden ook zien als je een hele goede lifestyle had, of je dan ook betere vaten kreeg. Nou weten we dat natuurlijk allemaal wel, maar niet in deze constellatie, niet in deze sociale context. Dus dat hebben we gedaan met collega Kluitmans, en hier zit ik dan weer, een collega uit Duitsland die bloeddrukken mat. En dat was hartstikke leuk. En wat we eigenlijk zagen is dat de mensen die marathons liepen, die ontwikkelen met de leeftijd veel, veel betere, dunnere vaten. Dat doen ze ook met het hart, dit zijn andere metingen. Nou, uiteindelijk gaat, omdat het allemaal over non-invasieve diagnostiek gaat, zijn er twee dingen die heel belangrijk zijn. Het eerste is dat je vergelijkingen kunt maken binnen de mens. Het tweede is dat je vergelijkingen kunt maken tussen de mensen. Het derde is dat je vergelijkingen kunt maken tussen locaties. En het vierde is dat je verschillen kunt maken, veranderingen moet kunnen waarnemen in de tijd. Dus de tijd is ook heel belangrijk. En wat is nou het leuke van die non-invasieve diagnostiek? Dat je niet alleen onzichtbare dingen zichtbaar maakt, maar als dokter heb je dan de arrogantie om te zeggen, we kunnen ook nog een beetje de toekomst voorspellen. Want je ziet namelijk al dingen in die vaten en je ziet al dingen in die mens door die methodieken, door de binnenruimte te beschrijven, door de buitenruimte te beschrijven, waar wij zelf nog wat aan hebben. Dus je eindigt niet hier in de kist op een relatief jonge leeftijd, maar door je lifestyle te veranderen ga je eigenlijk terug naar een gezonde toestand. En dat is een omkeerbaar proces. En dat hebben we nou net heel mooi kunnen aantonen met die non-invasieve diagnostiek met echo en met MRI. Met andere woorden, deze mensen en wij zelf hebben nog wat aan deze kennis. En ik denk dat dat een van de leuke dingen is aan ERIAS en de non-invasieve diagnostiek. Dank je. Ja. Ogenblikje. Dank je wel. Een vraag hier, en doe het ook even zo, hè, maar dank je wel. Je wil echt die vraag stellen. Doe. Het gaat over de vaatwand. In het beginfilmpje al, van de halsslagader, eentje van 3 mm. Maar is de vaatwanddikte nu de indicator als je in gezonde lucht leeft, waarbij in aanmerking genomen of je wel of niet rookt? Want ik kan me voorstellen dat longinhoud of het functioneren van de longen of de longblaasjes ook misschien nog wel een belangrijke indicator zijn. Maar ik ben geen arts. Maar vandaar de interesse. Ja. Dus de vraag is de vaatdikte de indicator? Ja. Ja. U bent geen arts en ik ben onze lieve heer niet. En het punt is dat... Nee, maar het punt is dus dat je als je gaat kijken, dat je met non-invasieve diagnostiek probeer je een parameter te bedenken die slim is. Bijvoorbeeld in de lucht ga je kijken naar PM10 of naar PM2,5. Wat? Hè? Wat, PM2,5? Nee, maar goed, fijnstof. Dan ga je bijvoorbeeld naar fijnstof kijken. Als je in grote aantallen gaat kijken met non-invasieve diagnostiek, dan zeg je, we gaan met manieren kijken die behapbaar zijn en die begrijpelijk zijn voor iedereen en waar we aan kunnen rekenen. Dus je pakt een parameter die betrekkelijk makkelijk uit te voeren is. En dit is er één van. Er zijn er natuurlijk 100 andere. Antwoord is, dit is gewoon één van de beste, makkelijkste indicatoren om te meten. Ja. Ja. Dus straling en dat soort dingen, dat wil je allemaal niet. Je wilt het eenvoudig houden en mensen vinden het leuk trouwens om echo's te krijgen. Oké, dankjewel. Vragen of een opmerking? Kort.
Heel kort. In de zaal zit ook onze partner, longonderzoeker Gerard Hoeks van IRAS Utrecht. En die zit hier in de zaal en die is ook druk bezig met het onderzoeken van al deze resultaten. Omdat wat Erik heeft gedaan, geeft wat sneller resultaat. Het onderzoek dat van het longgebeuren van Gerard, dat duurt wat langer. Maar misschien dat Gerard nog een opmerking kan maken. Waar zit je, Gerard? Gerard, Gerard, heel kort even de opmerking aangaande de indicatoren. Ja, nou ja, ik denk dat Erik het netjes heeft verwoord. Er zijn meerdere indicatoren beschikbaar om te kijken. Je kunt naar een aantal non-invasieve metingen kijken. Je kunt ook naar de klinische ziekte kijken. Dat is natuurlijk ook iets wat regelmatig gedaan wordt. Sterftelast, ziektelast. En ik denk dat je in feite beide wil doen om een volledig beeld te krijgen. Maar je kan niet alles tegelijk doen. Oké, dus je kunt niet alles tegelijk en dit is het beste wat je kunt doen op dit moment. Ja. We kunnen het doen non-invasief en we kunnen het doen voordat de mensen er zelf aan overlijden en ze hebben er zelf nog baat bij. Want de vraag is altijd, what's in it for me? En hier is nog wel wat winst te behalen. Oké. Okay. Dus geen klinische eindpunt, dus geen ziekte en dood. Dat is een prettig verhaal. Nogmaals, dankjewel. Ik nodig je uit om ook plaats te nemen, zodat we dadelijk ook nog in debat kunnen met jou, Erik.